Welkom bij hoofdstuk 1 van Think and Grow Rich, het klassieke succesboek van Napoleon Hill. In dit eerste hoofdstuk, Gedachten zijn dingen genaamd, begint Napoleon Hill met het beschrijven dat gedachten machtige dingen zijn. Deze paragraaf heet De man die zichzelf tot partner van Thomas Edison dacht. Gedachten zijn machtige dingen, vooral als ze worden gecombineerd met doelgerichtheid, volharding en een brandend verlangen om ze in materiële of financiële rijkdom om te zetten. Edwin C. Barnes wilde zakelijke partner van de grote Edison worden en had deze gedachte. Hij had een hevig verlangen om zakelijke partner van Edison te worden. Belangrijk was dat hij een resoluut verlangen had. Hij wilde met Edison werken en niet voor hem. Volgens heel mag jouw verlangen niet een gewoon verlangen zijn, maar dus een hevig en resoluut verlangen, zoals Edwin C. Barnes dus had. Het is grappig dat Napoleon Hill in zijn eerste hoofdstuk beschrijft hoe hij later met Thomas Edison terugkeek. op het moment dat Edwin C. Barnes voor zijn deur stond. Edison beschrijft: Hij zag eruit als een zwerver. maar iets in zijn uitdrukking van zijn gezicht maakte me duidelijk dat hij vastbesloten was. te krijgen waarvoor hij was gekomen. Nou, dat is interessant dat Edison dus aan zijn gezicht zag. dat hij vastbesloten was te krijgen waarvoor hij was gekomen. Precies op die vastbeslotenheid heeft hij ook zelf besloten om Edwin Seambarnes aan te nemen en voor hem te laten werken. Hill beschrijft verder in het boek: En wanneer iemand iets zo diep verlangt dat hij bereid is zijn toekomst zelfs daarvoor op het spel te zetten, zal hij dat ook beslist krijgen. Ik gaf hem die kans die hij vroeg omdat hij vastbesloten was door te zetten totdat hij slaagde. Aan zijn uiterlijk lag het niet. Hij was een zwerver. Het ging erom wat hij dacht. Hier zie je dus dat Napoleon heel beschrijft dat het gaat om je mindset, je gedachten. En specifieker gezegd, belangrijker nog, dat je a. een verlangen hebt, een hevig verlangen, b. dat dat resoluut is en dat je vastbesloten bent dat verlangen te krijgen totdat je slaagt. In het begin kreeg hij een normaal salaris en niets leek erop dat hij kreeg wat hij wilde, namelijk zakelijk partner van Edison zijn. Niets wees erop dat Barnes dichter bij het begeerde doel kwam, dat hij als grootste doel had gesteld, schrijft Napoleon Hill. Maar er gebeurde iets belangrijks in Barnes geest. Hij was voortdurend zijn verlangen om zakelijke partner van Edison te worden aan het vergroten. Dus stel je voor, jij hebt je verlangen. Je staat achter je verlangen, je bent vastbesloten te krijgen wat je wil, totdat je het krijgt. Die vastbeslotenheid zet alles in werking en zal ervoor zorgen dat je krijgt wat je wil. Echter, hier beschrijft Napoleon Hill dus dat Barnes, die datzelfde deed, niet de resultaten zag die hij wilde. Dat hij als grootste doel had gesteld, namelijk zakelijk partner worden. Echter, wat Barnes dus deed, is zijn verlangen juist vergroten. Zijn hevige verlangen vergroten in plaats van mee te gaan in twijfel of op te geven. Volgens psychologen ook is het zo dat wanneer iemand echt klaar is voor iets, het zich vanzelf presenteert. Nou, dat is mooi omdat je daarin ziet dat in jouw perceptie, in jouw waarneming het er al is wat je wil. Echter, kan je het nog niet zien. Maar wanneer je echt klaar bent om iets te ontvangen, iets te krijgen, dat heeft dus te maken met hoe hevig jouw verlangen is en wanneer je klaar voor bent, dat het dan zich vanzelf presenteert. Barnes was klaar en bovendien vast besloten daar klaar voor te blijven, totdat hij kreeg wat hij zocht. Dus je hebt a, je hevige verlangen, wat je dus zoekt, wat je wil, wat je wil krijgen, het succes dat je wil bereiken, of de financiële rijkdom die je wil gaan bezitten of hebben. En Barnes was daar klaar voor en was vastbesloten. Dat is een andere stap, dat je dus vastbesloten moet zijn, daar klaar voor te blijven. Totdat, hij kreeg wat hij zocht, dus het vastbesloten daarvoor klaar te blijven, betekent ondanks pech, ondanks tijdelijke tegenslag, ondanks resultaten, ondanks uh, signalen in de omgeving die het tegendeel zouden bewijzen. Daar zit dus de test dat je vastbesloten blijft. Belangrijk principe in dit eerste hoofdstuk, dus deze vastbeslotenheid er klaar voor te blijven totdat je krijgt wat je wil. Hij zei dus niet tegen zichzelf: ja, waar is dit allemaal goed voor? Ik denk dat ik mijn plannen maar verander en een baan als verkoper ga zoeken. En hij had zich een doel gesteld: ik ga zakelijke partner van Edison worden. Ik ben bereid mijn toekomst voor op het spel te zetten. Ik ben vastbesloten dat te krijgen wat ik wil. Nee, hij zei dus, ik ben niet gekomen om met Edison in zaken te gaan en dat zal me lukken ook, in plaats van op te geven. Al kost het me de rest van mijn leven. Hij meende het dus. Ja, dit is wat Napoleon Hill dus beschrijft over de mindset van Edwin C. Barnes. Hij meende het en hij was bereid: ook al kost het me de rest van mijn leven, ik zal krijgen wat ik wil. Ik wil het dus, zal het lukken? Napoleon Heel beschrijft nu: stel dat mensen een vast online doel zouden kiezen en zich daarop zouden richten. tot het een allesomvattende obsessie zou worden. Wat zouden ze dan totaal andere verhalen over zichzelf vertellen? Dat is een mooie gedachte en een interessante contemplatie voor jou nu. Stel je voor dat jij een vast online doel gaat kiezen en dat jij je daarop richt. En dat je je richt. Tot het punt dat het een allesomvattende obsessie wordt. Het is natuurlijk een obsessie van iets dat je heel graag wil gaan creëren, manifesteren, iets wat je heel graag wil helpen. Een belangrijk doel. Als dat verlangen zo hevig is dat het een allesomvattende obsessie zou worden, ja, dan krijg je hele andere verhalen over jezelf. Misschien wist de jonge Barnes het toen niet, maar zijn hardnekkige vastberadenheid, zijn vastbeslotenheid om een bepaald verlangen te vervullen, zou onverbiddelijk alle tegenstand wegvagen en hem de kans bieden die hij zocht. Nou, dit is een mooie alinea die Napoleon Hill beschrijft, wat dus perfect aansluit op wat ik net vertelde, dat dus die hardnekkige vastberadenheid, die je ook kan verwoorden in een allesomvattende obsessie, of een hevig verlangen om dat te willen vervullen en vastbesloten te zijn en te blijven ondanks wat er gebeurt, dat is het recept om elke tegenstand, elke blokkade te overwinnen en elke tegenstand weg te vagen. Zo hebben mensen dus succes gekregen, ontvangen. Dus ik ga nog een keer zeggen: misschien wist die jonge bars het toen niet, maar zijn hardnekkige vastberadenheid, zijn vastbeslotenheid om een bepaald verlangen te vervullen, zou onverbiddelijk alle tegenstand wegvagen en hem de kans bieden die hij zocht. Namelijk zakelijk partner van Edison te zijn. Wat is jouw verlangen? Wat is dat jij wil gaan manifesteren? Wat is het dat, dat jij wil gaan creëren? Wat is het dat jij wil? En heb je daar een hevig verlangen voor? Is dat verlangen hevig genoeg? Ben je vastbesloten om dat doel te gaan bereiken? Of ga je door tegenstand. Je laat controleren en geef je op, en verander je steeds je plannen. Dat is dus een van de gewoontes die naar mislukking leidt. Je wil dus een hevig verlangen hebben, vastbesloten zijn, vastbesloten blijven totdat je krijgt wat je wil. In de volgende paragraaf, sluwe vermommingen van kansen, genaamd beschrijft Napoleon Hill. Dubbele punt. Toen de kans zich voordeed, verscheen zij in een andere vorm en vanuit een andere richting dan Barnes had verwacht. Ja, hij wilde dus zakelijk partner worden, hevig verlangen, totaal vastbesloten. Toen de kans zich voordeed, echter, verscheen die in een andere vorm dan dat Barnes dacht en vanuit een andere richting dan Barnes had verwacht. Napoleon Hill beschrijft, dat is een van de trucs van kansen, die hij dus... Als constatering heeft geleerd en gekregen van 500 van de meest succesvolle mensen, dat kansen dus een truc speelt met ons. Dit is een van de trucs van kansen. Ze hebben de geniepige gewoonte door de achterdeur naar binnen te glippen. Vaak komen ze vermomd als pech of tijdelijke tegenslag. Dat is misschien de reden waarom zoveel mensen kansen aan zich voorbij laten gaan. En dat is ook zo. Dat veel mensen kansen aan zich voorbij laten gaan, omdat ze het zien als pech of als tijdelijke tegenslag, of pech of tijdelijke tegenslag, reden laten zijn om op te geven en hun vastbeslotenheid laten gaan, of om hun hevige verlangen uh, los te laten. Dat is dus uh, tegenstrijdig aan de wetten van succes die Napoleon heel in zijn boek beschrijft, dat je dus A aan hevige verlangen moet hebben, B vastbesloten moet zijn en blijven. totdat je krijgt wat je wil, ondanks pech en tijdelijke tegenslag. Dus kansen doen zich voor als pech of tijdelijke tegenslag. Dat is misschien de reden waarom zoveel mensen kansen aan zich voorbij laten gaan, beschrijft Napoleon heel hier. Edison had een nieuwe kantoormachine ontworpen die bekend stond als de Edison kantoormachine. Zijn verkopers waren er niet enthousiast over en geloofden dat deze machine alleen met grote moeite kon worden verkocht. Edwin C. Barnes zag zijn kans hier. Ze was kampjes naar binnen geslopen en verborgen in een zonderlinge machine waar niemand wat in zag, behalve Barnes en de uitvinder. Nou, hij bedoelt natuurlijk daarmee de kans om zakelijk partner te worden van Thomas Edison. Die kans zag hij toen Edison zijn nieuwe dicteermachine genaamd, die kantoormachine had ontworpen en zijn verkopers er niet enthousiast over waren en geloofden dat deze machine alleen met grote moeite kon worden verkocht. Barnes, die dacht: ik kan die machine wel verkopen, dit is mijn kans, mijn verlangen is zo heftig. Het, sta, het, is, het staat recht voor me, ik neem die kans, ik weet dat het me gaat lukken. Hij begon de machine met zoveel succes te verkopen dat hij een contract kreeg voor de landelijke verkoop van de dicteermachine van Thomas Edison. Hier wist hij heel veel geld mee te verdienen. Dus hier zie je dus dat Edwin C. Barnes zijn kans zag, en die kans was dus eigenlijk vermomd als tijdelijke pech of tegenslag. En kampjes naar binnen geslopen, verborgen in een zonderlinge machine waar niemand wat in zag, behalve Barnes en de uitvinder zoals hij dus schrijft. Toen de tijd uh, maakte hij miljoenen, Edwin C. Barnes, met het verkopen van die dicteermachine. En uh, ja, daar is hij super succesvol mee geworden. Napoleon heel beschrijft, maar hij deed ook iets wat oneindig veel belangrijker was. Hij bewees dat iemand met zijn gedachten rijk kon worden. Hier zie je dus dat Napoleon Hill terugkomt op het principe van ja, het hebben van een hevig verlangen om iets te willen bereiken. Een hevig verlangen voor het bereiken van een doel. Iemand kan met zijn gedachten rijk worden. En dat heeft Edwin C. Barnes dus bewezen. Een immateriële gedachte kan worden omgezet in materiële beloningen door de toepassing van bepaalde principes. Nou, dat is wat Hill hier zegt. Nou, die bepaalde principes is dus dat je een vastomlijnd doel moet hebben en vastberaden moet zijn, vastbesloten achter je verlangend staan totdat het waar wordt. Zie je dat je daar automatisch ook de motivatie- en doorzettingsvermogen als effecten van hebt? Het is niet zozeer dat je uh, motivatie of doorzettingsvermogen zoekt of wil hebben. Het komt van je verlangen. Het komt van je hevige verlangen voor een bepaald doel waar we je voor bereid bent je toekomst op het spel te zetten. En de tijd die je in je leven hebt te investeren in dat hevige verlangen. Vast besloten zijn dat hevige verlangen om te zetten in materiële beloningen door de toepassing van die bepaalde principes. Barnes, Barnes dacht zichzelf letterlijk naar een partnerschap met de grote Edison uitroepteken. Ja, Napoleon Hill schrijft dus deze zin: Barnes dacht zichzelf letterlijk naar een partnerschap met de grote Edison. Hier geeft hij dus ook aan de kracht van gedachten, gedachten zijn machtige dingen. Daar begon hij dit hoofdstuk mee. Hij dacht zichzelf naar een fortuin toe. Hij had niets om mee te beginnen, hij had een paar dollar geleend toen hij met de trein ging naar Thomas Edison. Hij wist alleen wat hij wilde en was vastbesloten achter dat verlangen te blijven staan, totdat hij het kon vervullen. Volgende paragraaf in hoofdstuk 1 heet Eén stap van goud af. Even de meest voorkomende redenen, beschrijft Napoleon Hill, waarom iemand mislukt, is de gewoonte om ermee te kappen, zodra het tegenslag opdoemt. Iedereen maakt zich daar wel eens schuldig aan, beschrijft hij. R. U Darby, een bekende persoon van die tijd, die bakende een mijnconcessie af in de tijden van de goudkoorts. En was op zoek naar goud dus en hij begon te graven. Hij ontdekte al snel gouderts en leende daarvoor geld bij zijn terugkomst aan zijn familie en buren. Hij had het nieuws verteld van ja, ik ga heel veel miljoenen verdienen met het goud. Ik heb gouderts ontdekt door, met de graafmachine. Leen mij het geld. We maken de miljoenen. En uh, ik betaal je dat terug. Nou, toen hij terugkwam, R.U. Darby, verdween die goudertsader in de grond en daarmee gingen ook zijn dromen in rook op. De potten goud gingen letterlijk in rook op in het hoofd van R.U. Darby, beschrijft Napoleon Hill. Opeens bestonden de potten met goud niet meer. Nou, dat is gek hè, dat je dus een droom hebt, dat je hoop hebt, dat je hele lichaam is gevuld met geloof... ...en dat je zeker voelt en weet, ja, dit is mijn verlangen wat ik heb, dit is wat ik wil... Maar door een tegenslag of door een idee wat jij denkt dat in de buitenwereld plaatsvindt, of in dit geval dat die goudertsader eh, niet meer te vinden was, gingen daarmee ook de potten goud in het rook op. Letterlijk bestonden de potten met goud niet meer. Na wat verder graven, beschrijft Napoleon heel over Eru Darby, kon hij het niet vinden en hij gaf op. Hij besloot ermee op te houden. Toen heeft hij um, voor een paar honderd dollar al het materiaal wat hij had uh, vergaard om het goud te vinden, verkocht aan een opkoper. Dus Napoleon heel beschrijft in deze paragraaf een stap van goud af, of één stap van goud af, dat dus een van de meest voorkomende redenen waarom iemand mislukt, de gewoonte is om hem mee te kappen, zodra het tegenslag opdoemt. Nou, hij zoekt naar goud, er was goud, de ader was ontdekt, de ader is verdwenen. Dus tegenslag doemt op, ik kap er mee. Nou, dat is dus een van de belangrijkste redenen waarom mensen mislukken, omdat ze dus opgeven. Hill beschrijft dus dat R.U. Darby bij het graven naar goud besloot ermee op te houden. Daar zie je dus dat hij vastbeslotenheid opgeeft. Daar zie je dus dat zijn hevige verlangen niet meer regeert, maar de tijdelijke tegenslag. De opkoper die alle, al het materiaal van R.U. Darby uh, opkocht voor een paar honderd dollar, die haalde er een ingenieur bij en die ontdekte dat R.U. Darby niet het fenomeen van aderverschuiving kende. Omdat er voor miljoenen aan goud, volgens die ingenieur, op een meter afstand lag waar hij gestopt was met graven. Stel je voor dat je uh, op een meter afstand van miljoenen dollars... Of euro's aan goud gestopt met graven. En dat je al je spullen hebt verkocht omdat jij dacht dat er niks was. Of omdat je hebt opgegeven en besloten mee op te houden. Dus die ingenieur die die opkoper erbij heeft gehaald, die ontdekte dus: hé, hey, er is aderverschuiving. Een meter van waar jij gestopt met graven, daar ligt aan miljoenen met goud. Nou, die opkoper is daarmee um, schatrijk geworden. Nou, lange tijd daarna, beschrijft Napoleon Hill, wist Darby zijn verlies goed te maken door zijn ontdekking dat verlangen in goud veranderd kan worden, toen hij levensverzekeringen ging verkopen. Dus Darby is na zijn grote verlies van het goud levensverzekeringen gaan verkopen. Nou, Napoleon Hill beschrijft dus in zijn ontmoetingen met Darby dat juist dat verlies een ontdekking is geweest voor Darby. Dat verlangen in goud veranderd kan worden. En toen hij levensverzekeringen ging verkopen, wist hij dus: ik ga nooit meer opgeven. Wanneer mensen nee zeggen aan mijn aanbod. Hij had op een meter afstand goud opgegeven. Hij zei: ik zal nooit opgeven als mensen nee zeggen tegen een levensverzekering die ik aanbied. Hij verkocht voor meer dan een miljoen in levensverzekeringen. En hij dankte zijn vastberadenheid aan de les in de goudmijn. Dus is mooi, hè? een superverlies waar je verbitterd over zou kunnen beslis, beslissen te zijn... of waar je zou kunnen zeggen... Uh, ik trek allerlei negatieve conclusies over een ervaring die ik heb gehad... wat dus veel voorkomt in de geesten of van mensen... of in de, in de beslissingen die mensen maken... naar aanleidingen van ervaringen in hun leven... dat Barnes dus juist dat verlies dankte... waardoor hij vastberadenheid had geleerd... Vastberaden betekent ik geef niet op. Als ik een levensverzekering ga verkopen, nee is geen nee. Ik ga door om mensen duidelijk te maken wat de waarde is van mijn product. Ik ben vastberaden. Dus hij dankte zijn vastberadenheid aan de les in de goudmijn. Dat is een mooie zin die Napoleon Hill dus beschrijft in zijn ontmoeting met Barnes, die dus terugkijkt op die ervaringen. Hij dankte zijn vastberadenheid aan de les in de goudmijn. Voordat iemand succes boekt, krijgt hij gegarandeerd te maken met tegenslagen. En misschien ook met mislukkingen, beschrijft Napoleon Hill. Dus Napoleon Hill heeft 500 mensen geïnterviewd, 25 jaar lang. Mensen onderzocht, geïnterviewd, ermee heeft geleefd, vrienden heeft gemaakt. Soms uh, een interview van een jaar lang met iemand meelopen, net als Thomas, uh, Thomas Edison Henry Ford en dergelijke, die hij in het boek beschrijft. De relaties die hij dus uh, had opgebouwd via Andrew Carnegie. Heeft hij dus geleerd, gezien, voordat iemand succes boekt, krijgt hij gegarandeerd te maken met tegenslagen en misschien ook met mislukkingen? De gewoonte is dat mensen daar opgeven. Meer dan 500 van de meest succesvolle mensen in Amerika hebben me verteld dat hun succes precies op een punt verder lag dan het punt waarop ze mislukt waren. Nou, hij beschrijft dus dat mensen daar dus opgeven. En dat dat precies een van de gewoonten is, een van de voornaamste redenen dat mensen dus niet slagen, niet het succes krijgen. En dat succesvolle mensen die herkennen dat en die weten, ik moet vastberadenheid uh, blijven uh, tonen, omdat het succes dus precies een punt verder lag dan het punt waarop ze mislukt waren. Mislukking is een bedriegster met een scherp gevoel voor ironie en listen. Zij schept er een grote vreugde in om iemand te laten struikelen als het succes bijna binnen zijn bereik is. Dus stel je voor, nu dat jij, wanneer jij denkt aan jouw succes, aan jouw verlangen, aan jouw grote droom die je wilt verwezenlijken of aan jouw doel, op wat voor gebied dan ook, dat wanneer jij pech of tijdelijke tegenslag krijgt, je weet dat je bijna bij je succes bent. En dat het geheim, dus, wat die succesvolle mensen uh, toepassen, en wat Napoleon Hill dus beschrijft in dit eerste hoofdstuk, is dat je die moet blijven focussen op je verlangen en vastbesloten moet zijn achter dat verlangen te blijven staan. En niet een meter afstand van het goud moet opgeven. Doorgaan. Volgende paragraaf heet Een les van 50 cent in volharding. Nou, het is dat bekende verhaal. Waarin Napoleon Hill uh, beschrijft dat kort nadat Darby zijn diploma aan de Universiteit van Harde Klappen had behaald, dat is dus dat hij uh, het goud uh, op één meter afstand heeft laten liggen, en had besloten te profiteren van zijn ervaring in de goudwinning, maakte hij iets mee wat voor hem bewees dat nee niet noodzakelijk nee betekent. Ik ben hier op bladzijde 21 van Denk groter Word Rijk, Think and Grow Rich. Darby beschrijft dus: Op een middag hielp hij zijn oom bij het malen van graan in een ouderwetse molen. Zijn oom had een grote boerderij waarop een aantal gekleurde deelpachters woonden. Opeens ging de deur langzaam open. Een klein gekleurd kind, de dochter van een pachter, stapte naar binnen en ging bij de deur staan. De oom keek op, zag het kind en blafte haar toe. Wat moet je? Op bescheiden toon antwoordde het meisje. Mijn moeder zegt: Geef haar vijftig cent. Die krijg je niet, zei de oom Bits. Ga naar huis. Goed meneer, antwoordde het kind. Maar ze bleef waar ze was. De oom ging verder met zijn werk. Hij was zo druk bezig dat hij niet merkte dat het kind niet wegging. Toen hij op een gegeven moment opkeek en haar nog steeds zag staan, riep hij tegen haar: Ik zei dat je naar huis moest. Wegwezen, anders krijg je een dreun. Het meisje zei. Ja, meneer, maar ze verroerde zich niet. De oom liet een zak graan, die hij net in de trechter van de molen wilde schudden, op de grond vallen. Hij pakte een stok, liep op het kind af met een uitdrukking op zijn gezicht die weinig goeds voorspelde. Darby hield zijn adem in. Hij wist zeker dat hij getuige zou zijn van een aanval. Zijn oom had een heftig temperament. Toen de oom het kind bereikte, deed ze vlug een stap naar voren, keek hem in zijn ogen en gilde zo hard als ze kon: Mijn mama moet vijftig cent hebben. De oom stond stil en keek haar een minuut lang aan. Toen legde hij langzaam de stok op de grond, stak zijn hand in zijn zak, haalde er een halve dollar uit en gaf die aan haar. Het meisje nam het geld aan en liep langzaam terug naar de deur. Ze wende haar ogen niet af van de man die ze zojuist had overwonnen. Toen ze weg was, ging de oom op een kist zitten en keek ruim tien minuten lang het raam uit. Hij dacht vol ontzag na over het pak slaag dat hij zojuist. Had gekregen. Darby had ook iets om over na te denken. Voor het eerst in zijn leven had hij gezien hoe een gekleurd kind, een volwassen blanke, de baas was geweest. Hoe had ze dat klaargespeeld? Wat was er met zijn oom gebeurd dat hij zijn trots had verloren en zo volzaam als een lam was geworden? Met welke vreemde kracht was dat kind de situatie meester geworden? Nou ja, deze en andere vragen kwamen in Darby's hoofd. Naar boven. Maar hij vond het antwoord pas jaren later, toen hij het verhaal aan mij vertelde. Nou ja, aan mij vertelde bedoelt uh, Napoleon Hill zichzelf mee in de gesprekken die hij met uh, Darby had. Dus hoe had dat kleine kind dat klaargespeeld? Wat was er met zijn oom gebeurd dat hij zijn trots had verloren en zo volgzaam als een lam was geworden? Met welke vreemde kracht was dat kind de situatie meester geworden? De vreemde kracht van hun kind. Ja, Darby vertelde dit verhaal over de bijzondere overwinning, precies op de plek waar zijn oom dit pak slaag had gekregen, uh, beschrijft Napoleon Hill. Hij eindigde met de vraag: wat voor les kun je hieruit halen? Wat voor vreemde kracht gebruikte dat meisje dat zijn mijn oom volledig de baas was? Nou, het antwoord op deze vraag is te vinden in de komende hoofdstukken van Thinking Grow Rich. De principes die in het boek beschreven zijn. Napoleon Hill beschrijft: Je zal een glimp van deze kracht in het volgende hoofdstuk opvangen. Ergens in deze serie zul jij een idee vinden die je ontvankelijk maakt voor die onweerstaanbare kracht. Je kan er je voordeel mee doen. Het bewustzijn van de kracht kan in het eerste hoofdstuk over je komen. Maar het kan ook in een volgend hoofdstuk opeens in je geest opwellen. Het kan komen in de vorm van een idee, een plan. Of een doel. Het kan je ook terugvoeren naar vroegere mislukkingen. Met de les die je dan leert, kan je alles wat je door je mislukking bent verloren heroveren. Nou ja, stel je voor dat je dus teruggaat naar vroegere mislukkingen, die je wellicht nu al anders begint te zien, omdat je juist daar de springplank naar succes kan vinden. Dat je daar dus door kennis uh, krijgt, door anders te kijken naar je mislukkingen, die dus precies nodig zijn om daar lessen uit te halen, om het succes te krijgen dat je wenst of het doel dat je wil manifesteren of de droom die je wil manifesteren daarmee mogelijk maakt. Darby ging terug over zijn succeservaringen en kwam tot de conclusie dat zijn succes voor een groot deel te danken waren aan dat kind met de uitdagende blik in haar grote ogen en de fout om op een meter afstand van goud te stoppen. Maar, zei hij, die ervaring was een zegen in vermomming. Dat is mooi dat Darby beschrijft aan Napoleon Hill. De fout om een meter afstand van goud te stoppen was een zegen in vermomming. Hij leerde ervan eindeloos vol te houden, ongeacht hoe moeilijk dat ging. Die les had ik nodig voordat ik ook maar enig succes kon boeken. Dit is dus een fundamentele mindset die succesvolle mensen hebben: om dus te leren uit de mislukkingen. En die lessen. Te gebruiken voor het succes, het verlangen dat jij hebt, dat zij hebben, daarachter te blijven staan met vastbeslotenheid. Hij plukte de vruchten van deze ervaring, beschrijft Hill, omdat hij ze analyseerde en een lering uittrok. Groot geheim. Hij plukte de vruchten van deze ervaringen. De mislukking-ervaring hebben we het over omdat hij ze analyseerde en lering uittrok. Welke ervaring heb jij gehad, jij die nu luistert, waarin jij mislukkingen hebt ervaren? Wanneer je nu terugkijkt en ze gaat analyseren en er lering uittrekt, dat is de springplank naar succes. Dat is dus een vaardigheid, een mentale vaardigheid, wat succesvolle mensen standaard als gewoonte in hun denken hebben. En na enige tijd of gelijk al in actie zetten. Napoleon Hill um, heeft hier nog twee vragen. Maar hoe vergaat het iemand die geen zin of tijd heeft om mislukkingen te bestuderen en te zoeken naar kennis waarmee je succes kan krijgen? Waar en hoe kan iemand de kunst leren om een mislukking te veranderen in een springplank naar succes? Deze serie bevat het antwoord op die vragen. Dus Napoleon Hill. Heeft zijn boek geschreven, Think and Grow Rich? Dat boek geeft antwoord exact op die vragen. Een goed idee is alles wat je nodig hebt, beschrijft Napoleon heel verder. Het antwoord bestaat uit een beschrijving van dertien principes. Je moet echter in het oog houden dat het antwoord ook in jouw geest kan opwellen. In de vorm van een idee, een plan of een doel. Een goed idee is alles wat je nodig hebt voor succes. De principes in deze. Serie die jij aan het luisteren bent, zijn manieren en middelen om bruikbare ideeën te ontwikkelen. Dus wanneer je verder gaat met het luisteren in de komende hoofdstukken, zul je daarmee manieren hebben en middelen hebben om bruikbare ideeën voor jezelf te ontwikkelen en te krijgen. Voordat we beginnen aan de beschrijvingen van de principes, vinden we dat je recht hebt op de volgende belangrijke overweging: beschrijft Napoleon Hill. Let goed op. Napoleon heel beschrijft, als het geld begint binnen te stromen, doet het dat zo snel en zo overvloedig dat je je afvraagt waar het zich in al die magere jaren verborgen heeft gehouden. Dat is een verbazende constatering en des te meer als we beseffen dat de meeste mensen geloven dat je alleen veel geld kan verdienen door lang en hard te werken. Rijkdom begint met een geesteshouding, met vastberaden doelgerichtheid en dat daar niet of nauwelijks hard voor gewerkt wordt. Hoe leer je de geesteshouding aan die rijkdom aantrekt? Vraagt Napoleon Hill. 25 jaar lang heeft Hill onderzoek gedaan naar deze vraag. Ook omdat hij wilde weten hoe zijn rijke mensen rijk geworden. Volgens hem, stap 1, krijg de filosofie onder de knie. Stap 2, volg de instructies op voor de toepassingen. Hiermee verbetert jouw financiële situatie. Alles wat je aanraakt zal een bijdrage aan je doel zijn. Dat is dus weer die mindset om te kijken naar successen en, zelfs wanneer je mislukkingen hebt, om daar de leringen voor succes uit te halen. Daarmee word je dus succes bewust. Nou, Hill schrijft verder en geeft hier twee bekende zwakheden van mensen aan. Een bekende zwakheid van de mens is het gebruik van het woord onmogelijk. Hij kent alle regels die niet werken en hij kent alle dingen die niet gedaan kunnen worden. Hij ziet dat dus als een zwakheid, dat mensen denken in termen van onmogelijkheden. Nou, In deze serie waar je naar aan het luisteren bent, die is geschreven voor wie de regels voor succes zoekt. En bereid is alles in te zetten voor die regels. Dat is belangrijk. Je hebt dus a, de regels voor succes. En b, moet jij de bereidheid hebben om alles in te zetten voor die regels. Succes gaat naar degene die succes bewust worden. Succes gaat naar degene die succesbewust worden. Mislukking gaat naar degene die zichzelf op een achterloze manier toestaan, mislukking bewust worden. Het doel van deze serie, waarna je aan het luisteren bent, is jou te helpen wanneer je wil weten hoe je van mislukkingsbewust succesbewust wordt. Napoleon Hill beschrijft in zijn boek dus het doel van het boek. Is degene te helpen die willen weten hoe ze van mislukkingsbewust, succesbewust kunnen worden. Een andere zwakheid, die bij veel mensen is af te lezen, is de gewoonte om alles en iedereen af te meten aan hun eigen indrukkingen en voorstellingen. Sommigen zullen geloven dat ze niet door gedachten rijk kunnen worden, omdat hun gedachtepatronen zijn ondergedompeld in armoede en mislukking. Dus dat is de tweede zwakheid, die. Napoleon Hill beschrijft dat, is dat veel mensen de gewoonte hebben om alles en iedereen af te meten aan hun eigen indrukken en voorstellingen. Sommigen zullen geloven dat ze dus niet door rijk kunnen worden, omdat hun gedachtepatronen zijn ondergedompeld in armoede en mislukking. Nou, er staat hier in het boek een prachtig verhaal dat ik nu ga voorlezen uh, heel kort over een Chinees die naar Amerika kwam om een Amerikaanse opleiding te krijgen. Napoleon Hill beschrijft dus net nadat hij de tweede zwakheid heeft uh, beschreven: dat mensen alles aan hun eigen indrukken en voorstellingen meten. Zegt hij: Deze ongelukkige mensen herinneren me aan een opmerkelijke Chinees die naar Amerika kwam om een Amerikaanse opleiding te krijgen. Hij ging studeren aan de Universiteit van Chicago. Op een dag kwam Williams R. Harper, de voorzitter van de universiteit, deze jonge Oosterling op de campus tegen. Hij stopte om een praatje met hem te maken en vroeg hem wat hij het meest karakteristieke van de Amerikaanse bevolking vond. De vreemde stand van hun ogen, riep de student uit. Hun ogen staan niet scheef. Wat moeten we van deze Chinees zeggen? Schrijft Napoleon Hill hier. Verder schrijft hij: We weigeren te geloven wat we niet begrijpen. Dwaas als we zijn, geloven we dat onze beperkingen algemeen geldig zijn. Andermans ogen staan niet scheef. Hij heeft andere ogen dan wij. We weigeren te geloven wat we niet begrijpen. Dwaas als we zijn, geloven we dat onze beperkingen algemeen geldend zijn. Andermans ogen staan niet scheef. Hij heeft andere ogen dan wij. De onmogelijke Ford V8 motor. Henry Ford wilde acht cilinders in één blok gieten en gaf zijn ingenieurs de opdracht om dit te maken. Na het op papier zetten waren ze het er allemaal al unaniem over eens dat het onmogelijk was. Maak het toch maar, zei Ford. Ford was vastberaden en zei: Maak het maar, ga maar gewoon door, het moet kunnen. Na zes maanden gebeurde er helemaal niets, al die ingenieurs aan het werk. Na twaalf maanden gebeurde er weer niets. Een heel jaar lang hadden alle ingenieurs alle. Manieren gevonden hoe het, hoe het niet kon. Ze waren niet geslaagd om acht cilinders in één blok te gieten. Na een jaar maakte Ford de opmaak en er was niets gebeurd. Maak het toch maar, zei Ford. Ik wil het, dus zal het lukken. Toen ontdekten ze hoe het moest. Alsof het magie was, beschrijft Napoleon Hill. En Fords vastberadenheid had weer eens gewonnen. Dus hier zie je. Het principe weer in actie. Ford wilde het, dus zal het lukken. Dat is die vastberadenheid. A. Het verlangen. Ik wil acht cilinders in één blok. Dus zal het lukken. Wat is jouw verlangen? Jij die nu luistert. En wanneer je blijft willen, dan zal het lukken. Dat is de wet. Het principe dat Napoleon Hill beschrijft. Fords vastberadenheid had weer eens gewonnen. Waarom je meester van je lot bent. Henley schreef de profetische woorden, beschrijft Napoleon Hill, ik ben de meester van mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel. Dat is een mooie uitspraak. Ik ben de meester van mijn lot, ik ben de kapitein van mijn ziel. Napoleon Hill zegt, hij had eraan toe moeten voegen omdat we onze gedachten kunnen beheersen. Dus omdat jij je gedachten kan beheersen, ben je meester van je lot. En ben je kapitein van je ziel. Napoleon Heel beschrijft verder, hij had ons ook moeten vertellen dat onze hersenen gemagnetiseerd worden met de gedachten die we laten overheersen. Jouw hersenen worden gemagnetiseerd door de gedachten die jij laat overheersen. Jij bent meester van je lot. Welke gedachten laat jij overheersen? En, Napoleon Heel beschrijft dus, de gedachten die jij laat overheersen. Daarmee worden je hersenen gemagnetiseerd. Deze magneten trekken op een geheimzinnige manier de krachten, mensen en levensomstandigheden aan. Die passen bij onze overheersende gedachten. Nou, Hier zie je ook het hele idee van de wet van aantrekkingskracht, hè, wat hieruit uh, verder is doorontwikkeld en, en populair is geworden. Heel uh, heeft gebruikt dit niet. niet niet dat ik weet de termwet van aantrekkingskracht, maar dit is min of meer hetzelfde principe. Heel beschrijft dus deze magneten trekken op een geheimzinnige manier de krachten, de mensen en de levensomstandigheden aan die passen bij onze overheersende gedachten. Hij had dus ook moeten vertellen, voordat we rijkdom in overvloed kunnen verwerven, we onze geest moeten magnetiseren met een hevig verlangen naar rijkdom. We moeten geldbewust worden. Totdat het verlangen ons inspireert tot concrete plannen om geldbronnen aan te boren. Dus hier beschrijft hij dus, ja, je moet je gedachten kiezen, geld bewust worden. En dat verlangen gaat jou op een gegeven moment inspireren tot concrete plannen en actie om geldbronnen aan te boren. Wat is jouw verlangen? Wat is jouw doel? Dus je moet een doel vinden waarvoor je bereid bent al je tijd en energie in te stoppen, althans, het grootste deel van je leven. Dat verlangen wat je wil gaan manifesteren, dat plan wat je hebt, dat doel wat je hebt, die droom die je hebt, dat is de essentie, de eerste stap die Napoleon Hill dus in het eerste hoofdstuk beschrijft. beschrijft. Wat is jouw doel dus? En vind een doel waar je bereid bent voor je toekomst op het spel te zetten. Waar je bereid bent voor een tijd te investeren. Dat verlangen moet hevig zijn. Zoals heel beschreven in het begin. Het moet niet een normaal verlangen zijn. Het moet een brandend verlangen zijn. Een resoluut verlangen zijn. En dat je vast besloten bent achter dat verlangen te blijven staan. Dus elke mindset van ja, het zou leuk zijn, of ik hoop dat, is dus niet voldoende om het succes te krijgen dat je wil. Magere resultaten, mager verlangen. Mager verlangen, magere resultaten. Heftig brandend verlangen, um, betere resultaten, groter succes. Dit is de constatering van Napoleon Hill, die hij dus heeft gekregen van 500 toen de tijd uh, miljonairs en succesvolle mensen. Um, en wat zij hebben gedaan. Dus heb jij een verlangen voor een doel? Jij die nu luistert, heb jij een verlangen voor een doel? En hoe heftig is dat verlangen? Is hetgene waar je je tijd aan besteedt, is dat, is dat wel, heb je daar een hevige verlangen voor? Heb je gekozen voor een doel? Is dat doel resoluut? Ben je vastbesloten? Ben je volharden? Want nee is namelijk niet altijd nee. Hè? Wanneer je dus een tegenslag krijgt, ga je door. Dat is dus wat je nu wel zal doen. Na het beluisteren van dit. Eerste hoofdstuk. Wat is je verlangen? Wat is je echte verlangen? Wat is het dat je echt wil?